Hoe heeft jouw studie te maken met het klimaatvraagstuk? Ik ben nu eerstejaars biomedical science student aan de VU. Bij deze studie leer je alles over het menselijk lichaam en manieren om deze kennis toe te passen bij het ontwikkelen van middelen en technologieën om patiënten te genezen. Indirect heeft deze studie erg veel te maken met het klimaatvraagstuk. Grote farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld, die dragen ontzettend veel bij aan de jaarlijkse CO2-uitstoot. Er wordt al veel gedaan aan duurzaamheid. Echter kan er nog heel veel meer worden gedaan aan recyclen bijvoorbeeld of het gebruiken van duurzamere stoffen. Op welke manier kan wat je hebt geleerd op jouw studie helpen bij het oplossen van het klimaatvraagstuk? Grote farmaceutische bedrijven veroorzaken veel uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Door producten van duurzamere stoffen te gebruiken en deze stoffen te recyclen, kan de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen flink verminderd worden. Ook is de distributie van producten een groot factor die bijdraagt aan de uitstoot van CO2. Als deze problemen worden opgelost, is de farmaceutische sector zeer goed onderweg naar een schoner milieu. Denk je dat biomedical science belangrijk is bij het bestrijden van klimaatverandering en waarom? Ja, ik denk zeker dat biomedische wetenschappen belangrijk is bij het bestrijden van klimaatvragen. Zeker nu het klimaat blijft verergeren, is het belangrijk dat iedereen zijn bijdrage levert. En in een sector die steeds groter blijft worden, is het dus zeker nodig om uitstoot te verminderen en duurzamere stoffen te gebruiken. Simpel genoeg, toch?